Ja, Ja, het moet gebeuren, hè, Wil? ja, dat moet ook gebeuren. Ja, dat klopt helemaal natuurlijk. Hoe gaat het met je? Ja. Hoe gaat het met je? Goed, zit je al in de uitzending, Wil? Ja, zeg je? Zit je al in het programma nu, of niet? Ja, we zitten nu live in het programma. Oh, oké. Oké. Ja, goed, hè. Ja, we zijn lekker bezig. Ik heb voorbije weken gelukkig weer een stuk of vier optredens gedaan. En alles, ja, hoop ik dat het weer een beetje normaal gaat worden, hè. Ja. Jij samen met Bandit, dat is op het ogenblik stil, of niet? Stil. We zijn alweer bezig met voorbereiding voor het einde van het jaar. Willen we toch weer wat uitbrengen samen? Maar nu is het heel even een solo-single, hè. Dat moet toch gebeuren, hè? Ja. Tussendoor, hè? Ja. Liedje voor jou. Ja, wat is. Liedje voor jou. We hebben vorige week de hele week extra gepromoot. Als het toetelaar van het programma. Dankjewel. Liedje voor jou. Wie heeft je tekst geschreven? Bart Herman. Yeah. En de melodie is geschreven door Bandit. Yeah. En de tekst is gemaakt door Bart Herman. Yeah. En dat was eigenlijk is dat al 2 jaar geleden geschreven. En dat heeft nu natuurlijk is dat een beetje een andere betekenis dan ervoor, hè? Yeah. Ja. Dat is ik weet niet of ik het Mark of kan zeggen, maar ik dacht eerst dat het liedje voor jou eigenlijk voor jouw man was. Dat is ook zo, hè? Ja, hè? Is ook zo. Ja. Het is voor hem geschreven, hè. Maar voordat hij ziek geworden is. Weet je, hij is in oktober 2020 ziek geworden, heeft hij corona gekregen, heeft hij 9 maanden in het ziekenhuis gelegen. Ja. En het is eigenlijk een wonder dat hij er doorheen is gekomen ook weer, hè. Ja. En hij is nu thuis aan het revalideren? Hij is nu thuis, ja. Hij is aan het revalideren. Hij gaat 2 keer per week naar het ziekenhuis voor revalidatie. En voor de rest krijgt hij thuis elke dag kiné en is er heel vaak verpleging aanwezig. En ja, al die dingen die erbij komen kijken, hè. Ja, heb je momenteel dan leef je het toch eigenlijk toch een beetje buiten jezelf, of niet? Ja, het is je bent de hele dag aan het zorgen en ik wil toch mijn werk blijven doen. Ja. Hè? Dus ik wil toch die optredens blijven doen en dat is niet zo simpel. Nee. Maar, goh. We proberen het, hè, Wil? Jawel. Maar hoe zit het dan met die optredens? Als jij weg bent, is er dan iemand thuis bij hem? Ja, dan is verpleging hier, hè, altijd. Hè. Ja. Ja. Dus een liedje voor jou zit eigenlijk een boodschap achter? Daar zit een boodschap achter, ja. Ja. Zo. Ja. Het is het verhaal wat het is. We zijn al hoe lang we samen zijn en Mark altijd achter mij heeft gestaan wat mijn werk betreft. En nu is het even wat moeilijker. We hopen dat het nog een beetje beter mag worden. Ja. Maar dat is allemaal afwachten, hè. Ja. Hoe lang zijn jullie nu samen getrouwd? We zijn niet getrouwd, maar we zijn van 97. Hoe lang is dat, Wil? Kan je zo snel tellen? Je hebt er is een heel mooie clip bij gemaakt op YouTube. Er staat bij zo'n oude woonwagen. Daar sta je heel ontspannen. Ja. Ja, het is ook zo. Als ik aan het werk ben, dan moet ik ook die knop omdraaien, want anders kan ik niet werken, hè. Nee. Is het niet altijd even moeilijk, Mieke, als je bijvoorbeeld op... Jawel, er zijn dagen dat ik ook heel moe ben als ik naar de optredens toe ga. En dat ik er ook niet altijd zin in heb. Maar als je eenmaal daar bent, dan is het toch wel heel fijn om weer te doen, weet je. Ja, als je dan bijvoorbeeld op zeg maar dat je ergens geboekt wordt en je staat op een bepaald podium, hè. Ik probeer het mezelf voor te stellen. En je staat op een bepaald podium ergens, ik noem maar waar veel zieke mensen zitten, en je ziet die zieke mensen daar zitten. Dan gaat het hele filmpje afspelen, hè. Dat is zo. Ja. Maar kun je dan je gedachten bij je werk houden? Want je zit... Ja, probeer het wel. Nou, nu deed ik in het verleden al heel veel optredens voor zieken en oude mensen. Heb ik heel veel gedaan. Dus ik heb daar wel al een
Ik voel me dan wel redelijk sterk om dat te doen, weet je? Ja. En ik kan dat ook wel. Maar er zijn dagen dat het in het begin, dat ik, waar ik in het ziekenhuis nog lag, dat hij nog in coma lag. Ja, dan was het verschrikkelijk moeilijk. Dan was het echt, ja, dan ging het ook wel eens dat ik even moest stoppen. Dat gebeurt, hè? Ja, ik zeg het natuurlijk. En ik zeg het vanuit de grond van mijn hart. Ik heb veel respect voor jou. Want wat je doet, je man verzorgen, je gaat dan gewoon zingen. Ik heb ongelooflijk veel respect voor jou. Dankjewel, Wil, dankjewel. Dankjewel. En dat je dit nog allemaal nog doet, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Ja, ja. Ja, je staat ervoor en je doet het toch. Ja. Hè? Ja. Jij bepaalde... Ik geef niet zo gauw op, hè. Ik ben niet zo iemand die gauw... ik leg me nergens bij neer, weet je wel. Ik heb een bepaald doel voor ogen en ik ga ervoor. Wel, maar... Aan de kant... Je bent een ijzersterke vrouw natuurlijk. Dat weet ik niet of ik ijzersterk ben. Nee. Ja. Nee, maar als je dit dus allemaal doet... Wat je allemaal doet, dan denk ik maar, jeetje, Mieke, hoe krijg je dat toch allemaal voor elkaar? Ja. Gewoon doen. Ja, gewoon. Ja, dat begrijp ik. Gewoon doen. Maar daar is er ook een leven voor jezelf en dat staat op het moment stil. Dat heb je niet meer. Dat heb ik niet meer. Dat is niet, helaas, nee. Er zijn geen uurtjes voor mezelf. Die zijn er niet meer. Nee. Weet je, want als je dan, ik kan niet, weet je, ik moet al zoveel onderweg, ik ben al zoveel onderweg voor het werk. Dus ja, voor de lol ga ik dan niet nog een keer wat voor mezelf doen, dat is niet meer gewoon. En, dat is soms wel jammer, maar ja. Ja. Maar zijn er dan geen momenten waar je echt, die echt voor jezelf zijn? Eigenlijk niet, ja, als ik op het podium sta. Dat is de enige, denk ik. Niet echt wil. Die zijn er niet meer. Nee. Hè? Nee. Het is helemaal... We gaan een liedje voor jou. Wat kunnen we nog dit jaar nog gaan verwachten? Kunnen we nog een keer nog een duet verwachten? Samen met Bandit? Ja, zeker. Ja, met Bandit, dat gaat zeker gebeuren. Ik denk dat dat zal in het najaar zijn. Ja. En we hebben een heel mooi idee van een liedje wat we gaan doen. We zien elkaar vanavond, dan gaan we erover praten en kijken wat dat gaat in ieder geval aan het einde van het jaar gaat er gebeuren. Ja, en nu ben je dus thuis, je bent eigenlijk ook naar gewoon huisvrouw. Ik ben de auto aan het poetsen. Ik ben de binnenkant van de auto aan het poetsen, dus als je af en toe water hoort, ik zit niet in het bad. Ik zou zeggen, eigenlijk in de buurt als ik kwam ik je helpen. Kwam je me helpen? Ja, liefde. Nee, een beetje een geintje van me. Mieke, op de eerste plaats heel erg bedankt dat je vanmorgen bij ons live in de uitzending was. Zou je het nummer, een liedje voor jou, zou je dat zelf willen aankondigen? Ja. Hier heb je dan mijn nieuwe single, mijn allernieuwste single. Hij gaat over mijn man. En ik vind het een hele lieve tekst gemaakt door Bart Herman. En een fijne melodie gemaakt door Bandit. Luister zelf maar. Ja. Mieke, ik wens jou alle sterkte. En nogmaals, ik heb heel veel respect voor jou. Bedankt. Dankjewel, Wil. Hoe is het met jou, Wil? Goed. We praten een andere keer verder. Goed? Oké, doen we. Dank je. Heel goed. Dank je. Niet eens tijd dat ik stil.